Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij voor Creative Cosmetics. En vandaag behandelen we het product, de highlight in de kleur vanille heb ik die. Voordat ik deze ga aanbrengen en ga demonstreren, vertel ik eerst even kort wat een highlighter is. Een highlighter is eigenlijk een product om bepaalde gedeeltes in het gezicht op te lichten. En zoals je dat met een bronzer bijvoorbeeld doet om schaduwen te creëren, zorg je juist met een highlighter dat bepaalde punten in het gezicht naar boven komen. Deze kan je zo heftig maken als je wilt, zo intens maken als je wilt. En ik hou er eigenlijk persoonlijk van om, als ik bijvoorbeeld 's avonds uitga naar een feestje of uit eten ga, noem het maar op, in de avonduren, om best wel wat highlighter aan te zetten. Maar wil je bijvoorbeeld gewoon voor werk of voor school een highlighter gebruiken, dan is het heel mooi om gewoon een heel subtiele glow aan het gezicht toe te voegen. Ik heb nu ook een heel klein beetje glow op, want ik had vandaag een hele lange stage dag. Hier zie je dat, het is inmiddels al een beetje vervaagd. Maar ik ga hem nu gewoon goed aanzetten, zoals ik hem bijvoorbeeld 's avonds zou aanzetten. Dus laten we gewoon beginnen. Ik ga vandaag aan de slag met het Creative Cosmetics penseeltje speciaal voor de highlighter. En de link van het penseeltje zal ook beneden in de beschrijving komen te staan, zodat jullie het ook gelijk kunnen vinden. Zoals ik al vertelde, heb ik de Creative Cosmetics highlighter in de kleur vanille. Ik zal hem eerst even swatchen op mijn hand. Zoals ik ook al zei, is het een champagne kleurige glow. En die moet natuurlijk uitgeblend worden. Nou, wat highlight ik altijd? Ik highlight altijd bovenop mijn bronzer en bovenop mijn blush. En dat is eigenlijk het botje hier. Als je goed voelt, voel je hier een klein botje lopen. Of ik weet niet of die klein is, maar er loopt een botje. Als je die gevoeld hebt, is dat de plek die ik wil volgen. Want hier komt de bronzer, hier komt de blush en er komt daarbovenop de highlighter. En die dip ik als het ware gewoon aan. Het zorgt eigenlijk voor dat ik weer mijn glow in het gezicht terugkrijg. Als ik dat gedaan heb, vind ik het altijd fijn om het gewoon een beetje in te blenden met mijn vingers. Hier zie je hem ook zitten. Ja, dan vind ik dat hij nog best wel iets heftiger mag. Maar ja, als je hem ook al zo goed vindt, is dat helemaal prima. Je kan hem heel makkelijk opbouwen. Kijk, en dan zet ik dus nu bijvoorbeeld een streep. Maar die gaan we nog uitblenden. Met mijn vingers. Ik vind het ook mooi om onder mijn wenkbrauwen op te lichten. Dus dan doe ik dan onder mijn wenkbrauw ook iets. Kijk, het verschil. Dit is met highlighter en dit is zonder. Met. Zonder. Met. Zonder. Ik hoop dat dat eruit geknipt kan worden, mijn wasmachine. Heb je heel erg last van overhangend ooglid, zou ik het niet aanraden om ook nog te highlighten onder je wenkbrauw. Want dan wordt het oppervlak nog kleiner door de glitters. Wat ik ook heel mooi vind om op te lichten, zijn de binnenkant van mijn ogen, zodat mijn ogen groter ogen. Allemaal heel dubbel. En dat doe ik gewoon aan het puntje van de binnenkant van mijn oog. De
licht ik op met highlighter. Kijk het verschil. Het opent gelijk mijn ogen wat meer. Wil je echt helemaal uitpakken, vind ik het ook heel mooi om mijn neus te highlighten. Denk je nou, neus highlighten? Ja. Wat ik doe, is het puntje van mijn neus highlighten. Dat bolletje daar. Voor de glow. En op de brug van mijn neus. En als laatste, om mijn lippen iets groter te laten lijken, doe ik ook nog het boogje hier. Zo. En je kan net zo ver gaan als je wilt. Heel veel mensen, celebrities vooral, die highlighten hun collarbones. Heet het collarbones? Hoe heet dat nou? Jeetje. Ik ken de Engelse naam. De collarbones. Hier komt even een naampje wat ik bedoel. Die highlighten dat ook, zodat dat nog meer naar voren komt. Zij highlighten hun kuiten. Noem maar op de gekste dingen. Om toch een bepaald lichaamsdeel naar voren te brengen. Bij deze hou ik het alleen bij het gezicht. Dus wat ik gedaan heb, een korte samenvatting. Ik heb het gedeelte op mijn bronzer en op mijn blush gehighlight. Want dat wil ik graag naar boven halen. De binnenkanten van mijn ogen, onder mijn wenkbrauw. Puntje van mijn neus, brug van mijn neus. En het boogje op mijn lip heb ik gehighlight. Voor een opener en stralender blik. Ik ben buiten adem. Ik ben verkouden vandaag en ik kom niet goed uit mijn woorden. Maar ik hoop dat jullie het allemaal hebben begrepen wat ik bedoel. Ik vind het dan ook wel mooi om gewoon een lipkleur op te doen. Zodat je niet al het highlighter ziet, maar alleen echt de bovenkant. Dat was de highlighter. Ben je nou ook geïnteresseerd in de highlighter of het bijbehorend penseeltje? Want heb je bijvoorbeeld al een highlighter? Ga dan naar www.creativecosmetics.nl of kijk even in de link hier beneden. Want daar zal ik hem ook erbij zetten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken en dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei!